Hoi, ik ben Arthur Krijgsman, meester Arthur. En in deze video ga ik je laten zien hoe je een vlinder kan vouwen. En dat kan alleen maar een vouw zijn. Dan krijg je hem zo, met rechte hoeken. En het kan ook zijn dat je een schaar nodig hebt. Net wat jij wil. En dan maak je hem een beetje rond, zoals deze. Wat je nodig hebt is een vierkant vouwblaadje. Die kan je gewoon bij de Action halen, of bij de HEMA, of waar je maar wil. En online zijn er ook verschillende hobbywinkels natuurlijk, waar je dat vandaan kan halen. Ik ga je twee vlinders laten zien. Eén met de rechte hoeken, daar heb je dus alleen maar een vouwblaadje voor nodig. En één met de afgeronde, afgeknipte hoeken, zodat het iets meer een ronde vorm krijgt. Maar de basis is natuurlijk hetzelfde. Om te beginnen, dit is voor mij onder, dit is voor mij boven. Dit is rechts, dit is links. En ik ga de onderste kant pakken en die ga ik naar de bovenste punten doen. En dan een goede vouw maken. En daarna vouw ik hem weer open. Draai ik hem een kwartslag om en doe ik dat nog een keer. Weer de rechte kant naar de rechterkant, punten op elkaar en een goede vouw maken. En ik vouw hem weer open. Dan draai ik hem om en zorg ik dat hij diagonaal voor me ligt. En deze punt gaat helemaal naar de andere kant, naar die punt, zodat ik ook weer een goede vouw kan maken. Precies hier in het midden. En die vouw ik weer open. En daarna draai ik hem weer een kwartslag om en doe ik nog een keer hetzelfde. Weer de punten naar elkaar. En dan is mijn voorvouw klaar. Ik vouw hem open. En nu moet je zorgen dat er een driehoek ontstaat als je zo en zo en zo doet. Dan heb je een driehoek. En omdat je hem net hebt omgedraaid, wil die daar eigenlijk al een beetje naartoe. Dus hij wil al een beetje die vorm van die driehoek aannemen. Ik zal het nog een keer laten zien. Dus je vouwt deze punten eigenlijk naar elkaar. En dan zie je hem al ontstaan. Zo. En zo en zo. En dan heb je een driehoek. Vervolgens zorg je dat deze punt naar je toe wijst en pak je de bovenste flap en die doe je een klein beetje, niet precies in het midden, maar juist een beetje ernaast, zoals hier. Hij zit er net een beetje naast en die vouw je weer goed aan. Aan de andere kant, deze kant, de linkse kant voor mij, doe je hetzelfde en dan ook weer probeer het ongeveer dezelfde afstand te houden. En zo. En dan maak je weer een hele stevige vouw. Nu draai hem om. En deze punt hier kan je nu een beetje die kant op vouwen. En eigenlijk moet je hem een beetje over het punt hier. Want je voelt al dat hij hier tegen wordt gehouden. Maar je moet eigenlijk net een klein stukje voor je gevoel te ver. Dus je vouwt hem zo en dan net een stukje te ver, dat hij hier een klein beetje omklapt. En dan vouw je dit puntje zo erin. Dus ik zal het nog een keer laten zien. Je had hem zo. Deze vouw je die kant op. Deze gaan een klein beetje mee, dat klopt, dat hoort dus ook. En vervolgens vouw je hem om en dan zo die kant op. En nu kan je deze twee gedeeltes zo naar elkaar toe vouwen. En dan moet je even een stevige vouw in maken, want anders dan vloekt die gelijk weer los. En nu is die al klaar. Dit is namelijk je vlinder. Dus zo snel en zo eigenlijk makkelijk heb je een vlinder gevouwen. Ik zal nu ook nog een keer laten zien hoe je maakt met ronde vleugels. Tot hier is die helemaal hetzelfde. Vervolgens vouw ik de rechterkant naar de linkerkant, dat die helemaal zo weer een klein driehoekje wordt. En nu heb ik de schaar nodig. Want met de schaar ga ik vervolgens de kant waar de meeste flapjes zitten, 1, 2, 3,
4 stukjes heb je hier aan deze kant. Dat gedeelte ga ik zo rond afknippen. Kijk zelf maar hoe groot of hoe klein je het doet. Ik ga gewoon een stukje zo doen. Zo, zo, zo. Iets mooier afknippen. En zo heb ik hem dus rond geknipt. Dat is het enige verschil met die andere. En vervolgens vouw je hem weer open. Deze punt daar naartoe. En dan gaan we hem zo vouwen dat dit gedeelte naar het midden gaat. Ik zou hem wel naar het midden vouwen. Je kan hem ook wel weer ietsje zo doen. Maar ik vind het leuk, mooier als die zo zit. Het kan allebei. En deze kant ga je vervolgens ook naar het midden vouwen. Zo. En dan deze punt. Die moet dus weer omgedraaid worden naar de andere kant. Dus we kunnen hem het beste nu even omdraaien. En dan deze punt trek ik weer door naar de andere kant. En dat is weer hetzelfde gekke gevoel. Dat je denkt, ik moet even verder trekken. Alsof die hier gaat scheuren. Dat doet hij ook als je hem hier tegen zou houden. Maar we gaan hem gewoon een klein stukje doortrekken. En dan zup, omdraaien hier. En vervolgens ga ik deze twee kanten weer naar elkaar toe vouwen zo. Dat je hier een goede vouw maakt. En dan is ook de vlinder met de ronde vleugels gevouwen. Je kan hem dus ook ietsje die vleugels uittrekken en dan krijg je hem zo. Net wat je leuk vindt, maar deze krijg ik eigenlijk niet meer goed dichtgevouwen. Daarom heb ik hem dichtgelijmd. Dus dan kan je het op die manier doen. En deze vlinders kan je opplakken, ophangen. Je kan er een gaatje in maken, aan het plafond hangen. Je kan de verschillende aan elkaar hangen. Je kan ze natuurlijk nog kleuren of met stickers beplakken of wat je maar wil. Wees creatief. Doe het niet precies zoals ik het doe. Maak gewoon je eigen variatie hiervan. Ik hoop dat je wat hebt aan deze voorbeelden. Heb je nog vragen, tips, trucs, nieuwe ideeën? Leuk, mail me op mail@meesterartje.nl. Vond je dit nou een leuk filmpje? Geef dan een like. Wil je meer van dit soort video's zien? Abonneer dan op mijn kanaal. Einde van deze vlog. En tot de volgende vlog. Doei!